Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie wil werken aan regulering van de beveiligingsbranche. De bewindsman liet weten dat een wetsvoorstel hiervoor is voorbereid, welke reeds door de Raad van Ministers is gegaan. Deze wet was eigenlijk al voorbereid in de periode toen de huidige president, Chandrika Prasad Santokhi, minister was van Justitie en Politie. Het weer oppakken van dit wetsvoorstel moet leiden naar een beter beheer van de beveiligingsbranche. Het is namelijk zo dat de focus nu sterk wordt gelegd op de training tot buitengewoon agenten van politie. Deze opleiding is niet voor die voorzieningen voor, voor de beveiligingsbranche. Met de regulering kunnen bijvoorbeeld ook diploma's worden uitgegeven binnen deze branche en kunnen ze verder hun zaken regelen. De bewindsman zegt verder dat de Raad van Ministers ook een raadsvoorstel voor aanpassing van de tarieven voor kosteloze rechtsbijstand heeft goedgekeurd. De huidige regeling dateert van de jaren 70. De tarieven zijn sterk achterhaald en ik meen ook te weten dat de advocaten, de raadslieden, al geruime tijd geen bijstand willen verlenen vanwege de lage tarieven. Ik wil in deze de voorzitter van de SOFA en haar team en haar bestuur dankzeggen voor de bijdrage die ze hiertoe hebben geleverd. Amoksi sprak afgelopen woensdagavond tijdens een persbriefing na de regeringsraadvergadering in het perscentrum.